Nice! Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Een nieuwe video van mij op dit kanaal. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga vandaag richting Utrecht om hele leuke dingen te doen. Ik ga namelijk vliegen met een drone. Met mijn eigen drone. Die zit op mijn rug, als je het kan. Daarentegen ga ik ook met twee gasten die ik heb leren kennen via Snapchat. Ga ik gezellig met hun drone vliegen. Ze hebben een nieuwe drone gekocht. Inspire One, volgens mij heet die. Ik ben ook aan het wachten. Ik moet hier wachten. Dat is wat we gaan doen. Vanavond ga ik ook nog eens lekker op stap in Utrecht. Maar eerst lekker drankjes doen samen met Peter. Volgens nog Peter, Day, Isabelle en Tim. Dus dat wordt super tof. Ik ben heel erg benieuwd. En ik heb een slaapzak bij. Want ik blijf daar slapen. Heel veel zin in. Super leuk. En nu weer naar buiten. Want het is super koud. Het is 1 graden trouwens. 1 graden. Oh. En we gaan dus op stap, maar waarschijnlijk ga ik niet filmen op stap. Dus ga ik waarschijnlijk wel alle Snapchats en zo en Instagram stories ga ik hier doorheen verwerken. Maar dat zie je vanzelf. Dus, op naar de auto. We zijn bijna in Utrecht. Of ja, we zijn al in Utrecht. Nou, we zijn bijna op de locatie waar we moeten zijn. En random locatie. Random locatie. Net even uitgekozen waar we naartoe moeten, inderdaad. Oh, dit is Berk. Oh shit. Hallo Berk. Ons lid Pim. Hallo. Hallo. Oh shit. Vol op de rem. Piramide dan of zo? Ah joh, die fietsen kunnen we wel hebben. Ja, oké. Dit lijkt wel een begrafenis of een crematorium ofzo. Maar jongens, waar gaan we naartoe? Ja, geen idee. Naar de Utrechtse Heuvelrug. En wat gaan we daar doen? Droom vliegen! Ik wilde in ieder geval de drone testen, want ik weet nog steeds, ik heb al eens één keer echt mee gevlogen, het was een beetje kapot. Welke? Die nieuwe drone. Oh, de Inspire? Ja, of in ieder geval de livestream, die kreeg ik niet lekker op mijn telefoon weer. Dus ik heb nu alle contacten schoongemaakt, alles gefixt wat er gefixt kan worden. Oeh. Hopen we dan op... Ik moet zeggen dat ik mijn drone echt al denk, 3 weken niet heb gebruikt, dus misschien moet er wel weer update worden, weet je wel. Ja, weet jij veel. Het is altijd met die drones, dus het is helemaal oké. Ja, is echt, en hier is een overkill aan camera's. Weer camera's. Dus net geen team overkill, maar... Zullen we zo drones, 2 camera's? Streetlab, ja. Hallo. Super stoer. Experiment. Kun je met een drone een begraafplaats binnenvliegen? Oh, kun je dat zeggen hier? Laten we naar binnen gaan, volgens mij hoorden ze mij. Hey. Ja. Nou jongens, even een gezellig dagje uit. Dit is zo. Dat kun je echt niet zeggen. Op het oorlogsbegraafplaats. Hey, maar eerlijk. Maar eerlijk. Ontvechtertje. Maar eerlijk, je past wel met kleur. Pas je wel? Ja, inderdaad. Nee, niet ernaast gaan liggen. Nee. Dat kan echt niet. Zo. Jongens, dit is zo raar. Dat heb ik nog nooit gezien. Maar dit is een plek waar ze waarschijnlijk dus al iets... allemaal zand hebben uitgegraven. Hier wordt waarschijnlijk nog iemand begraven ook. Maar je zit gewoon... Wow, dit is zo lijp. Gewoon een... Hij is leeg. Ja, hij is niet leeg. Kijk, hier wordt al gewoon iemand in begraven. Kijk, ziet het er lijp uit? Ja. Holy shit. Even filmen, heb ik het ook. Dat is wel sick, ja. Holy shit. Jongen, wat een beauty. Een schatje. Niet te geloven. En dit is de echte beauty. Hier gaat het toch. Oh my god. Kijk, die lens, die shined ook helemaal. Ja. Oef. Maar we moeten even andere lens op. Hey jongens, even 3 kamers tegelijkertijd. What up? Drone, alles. Ja jongens, deze camera is heel erg lijp. Holy shit. Vet man. Vet. En dan 2 klikken. En dan zien we onszelf. Ja. Nou jongens, dit is waar we op zoek naar waren. Een piramide. Ja. Hij is best wel groot ook nog trouwens. That's what she said. Maar wat gaan we doen? We gaan natuurlijk niet omhoog lopen. Hij is hartstikke gek. We gaan natuurlijk drones bij, hè? Oh, gemist. Daar zo. Pipo is gemist. Ja jongens,
Team Overkill, what up? Let's go. Kamertje aan. Oh, ik had er zoveel zin in. Het is zo koud gehad. Jezus, echt niet te geloven. Ik blijf met die verwarming in de auto. Ja, zo, en mijn voeten die waren bevroren. Maar nu gaan we naar de KFC. Maar... Daar? Oh nee, we gaan niet doorheen. Ja. Even moeilijk doen. Overigens, we gaan zo meteen weer door, want we gaan naar het Susterberg. Susterberg. Die basis. Doen. Double angle view. Oh, ziek. En we gaan naar Susterberg, dat is een oud vliegveld, vliegbasis van de militairen volgens mij, ja, toch? En daar kan je nu gewoon op als bezoeker. Het is een soort natuurpark. Ja. Maar dat is wel echt heel erg gruwelijk. Dus we gaan even kijken of we daar nog vette shots kunnen maken. Meer drone footage. Nog meer drone footage en vette beelden van die oude vliegtuig. Kunnen we opstijgen daar? Holy shit. What? Shit. Super vet. Maar in ieder geval, dat gaan we dus doen. En nu gaan we even eten. Maar is dat een super lange stukken asfalt? Ja. Even kijken, en dan gaan we even een heel ziek shotje maken om het eten. Ja, ondertussen staat daar een drone te draaien. Worden hier foto's bewerkt. Oh, kijk hem gaan, kijk hem gaan. Zwaar, te veel contrast. Ja. Oh, wacht, dan moet ik even zo... How to make an Instagram foto. Yep. Zo, en dan de laatste locatie. Susterberg. De luchthaven. Jezus. Klas 1. Wat een vandaal! Rebel! Jongen. Maar het is wel echt zo groot hier. Moet je eens kijken. Holy shit. Waar moeten we nou heen? Kun je waar we zijn? Waar moeten we heen? Ik denk... Kijk op Google Map. Dat zie je toch gewoon waar we staan. Dat is wel een goed idee. Als we die nou laten liggen en iemand ziet een drone en denkt... Oh, nou. Hey, duizenden euro. Dat is wel verstandig. Maar we kwamen vanaf het natuurgebied straks. Ja. En dit is open om te lopen, toch? Ja, je mag hier zeker gewoon wandelen, hoor. Oh wel. Ja, gelukkig. Ja, dat zeker. Dat is wel hele mooie foto's. Nee, foto's maken en dat soort dingen natuurlijk, maar... Nee, dingen gaan niet de lucht in, inderdaad. Nee, beter van niet. Het is ook een oud militair ding. Oh, slim en zo. Met name onze buren vinden dat niet zo leuk. Dus zit je naast Defensie. Oh ja, daar stonden we net gewoon op. Ja, het commandocentrum zagen we net, hè? Ja. Dat was een verkeerde afstand. Kan het zijn dat hij zo dat ineens... iets van de ICT-afdeling van Defensie en dan is het ineens... En een nationaal... Pof. Weet we niet. Deze dingen zijn niet open, toch? Dat wel. Nee. Een beetje warm. Ja, dat is net wat, hè? Ja, helaas. Ja, prima. Natuurlijk. Nee, ik snap het meeneem, want ja, absoluut. Niet zo heel chill. Nee. Zeker niet goed, maar mooi. Hey, en over denk een klein half uurtje gaat de boel op slot, hè? Oh, ja, dat is ook goed. Dat is donker, dat is ook dat is donker want je mag om 5 uur dan. Ondergang, om 5 uur is de zon er wel aardig onder. De landingsbaan is daar, denk ik, of niet? Ja, ja, ja dus eigenlijk heel even daar over een paar honderd meter. Oké, nou, top. Weet u het er ja, helemaal super. Fijne dag. Zij hebben onszelf even heerlijk uit. Zo, maar heerlijk. Van Bas. Nou ja, het is natuurlijk ook, eigenlijk is het gewoon wel de waarheid. Want we hadden wel verwacht dat we niet zouden kunnen vliegen. Toen kwam hij ook nog gedacht van, nou moeten we het zeker niet meer doen. Maar nu lopen we langs naar de landingsbaan toe. Daarachter.
En jongens, het licht is zo mooi, de lucht is mooi. Het is alleen nog steeds. Sterf is koud. Ja! Ja, één like is één temperatuur. Zijn strijders gewoon boef. We found it. Hey. Je zag net die jongen wel, toch? Je zag net fietsen. Geen idee waar die jongen hij laat gewoon de mist in. Hij gaat de mist in. Haha, tudum. Ja. En nu staan we hier. Zo. Mooie conclusie, dingen. Zo. Wel mooie maan, maar dat zie je niet op Snapchat waarschijnlijk. Ja, nou, ik denk dat je misschien wel ziet. Daar is achter, boven me. Daar zo. Ja, daar. Ja, dat. Hele mooie maan. Ja. Jongens, je zit echt in Try Before You Die. Try Before You Die. Ja. Holy shit. Oh, hier kunnen we onze explosieshot op. Ja. Dus jongens, jullie hebben waarschijnlijk het explosieshot al in het begin gezien van deze video. Want die heeft werk gemaakt. Die gaan we hier opnemen. Een beetje Try Before You Die stijl, ja? Dus dat gaan we nu doen. En nu zie je hem nog een keer, ja? Nice! Ja, dit gaat fout. Dit gaat fout. Kijk, hij gaat nou op zijn camera springen. Wow, ik zie niet fout. Netjes! Als hij zo die beugel zet, dan doe je zo die. Nee, je bent al door je hoofd geschoten. Dan. Fuck. Nou, boys, het was het dan. Jantje. Peesie. Zijn net Enzo Knol nu. Jezus Christus. Nou, in ieder geval. Top. En dankjewel voor deze goede dag, jongens. Wat gezellig, man. Laat pik. Ja, dat is steady goed gelukt. In ieder geval, jongens, ik ga nu lekker even naar binnen bij Day en Peter en Isabelle zijn er zo meteen. In ieder geval dat. En dan gaan we lekker op stap. Wij niet. Doei. Niet. Het kind, joh. Oh ja, we zijn... Goedenavond mensen, jullie krijgen de proost en de liefste groetjes vanuit Zeist. Hi, hallo. Hi, bitch. Way back way, you know that I don't play. Thrift not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, there's never much love on the go OT. I pray to make a bag of one piece. I pray. Pas je niet meer. Peter, wil je een toosje? Ja, lekker. Oh, ja, goed. Met kaas. Met kaas, oké. Okay. Nou, smakelijk.